Ik heb eindelijk een doel gevonden voor het verzamelen van Pokémon-kaarten. Ik wil namelijk Illustration Rare-kaarten gaan sparen van de eerste 151 Pokémon. Op het moment dat ik deze video maak, zijn er ruim 30 Illustration Rares van de eerste 151 Pokémon. Ik zit ongeveer op de helft. Ik heb bijvoorbeeld Bulbasaur, Charmander, ja, zelfs Charizard en ook Wartortle. En deze Ninetales is een van mijn favorieten. Like deze video en vergeet niet te abonneren als je van Pokémon houdt. En voor vandaag heb ik 4 booster bundles. Dat zijn maar liefst 24 pakjes. En dat zijn ook weer heel veel codekaarten voor jullie. Daar gaan we. Ik hoop dat ik wat mooie Illustration Rares uit deze pakjes kan verzamelen natuurlijk. Jullie kennen deze kaarten allemaal al wel een beetje. Want we hebben al veel 151 uitgepakt op dit kanaal. Snorlax, Sandslash en nu komen de leuke kaarten meestal. We hebben een Dragonite Reverse en een Electrode. En door. Pakje 2 geeft Kakuna, Poliwag, Ponyta, Pikachu, die heeft ook een hele leuke Illustration Rare, Nidorino, Golduck, Pinsir, Golduck Reverse, Flareon Reverse en Articuno. Ik wil die Zapdos Illustration Rare. Zou die hierin zitten? Met Weedle, Zubat, Goldeen, Weepinbell, Graveler, Protective Goggles, Arcanine, Charmander Reverse, Psyduck Reverse. Nee, maar er moet sowieso een vette gaan komen. Kijk, een glimmende Grass Energy. Paris, Voltorb. Misschien zegt dat wel wat, dat we een glimmend kaartje aan het begin hebben. Dragonair, Seedra, Kabuto, Dragonair Reverse, Helix Fossil Reverse. Oeh, Kangaskhan EX. Dat is natuurlijk geen Illustration Rare, maar deze heb ik ook nog niet. Dus dat is nice om de set te completen. En door. Dan hebben we nu Ponyta, de normale Pikachu, Farfetch'd, Old Amber, Primeape, Pharaoh, Onix, Rhyhorn Reverse, Poliwag Reverse. We houden het tempo er lekker in. En het lijkt wel alsof we die Pokédex soms aan het doen zijn. Zubat, Goldeen, Weepinbell, oh, Gastly, Primeape, Pharaoh, oh, Onix gaat helemaal fout, Electrode Reverse. Ja! Hier ben ik super blij mee. Deze Squirtle heb ik nog niet. Oh, ik vind hem ook zo leuk. Yes, de eerste Illustration Rare die we nog niet hebben. Oh, is Squirtle een van de leukste Pokémon ooit? Wat zit erachter? Oh, heel vaak zit er nog wat goeds achter. Maar als je een Squirtle Illustration Rare hebt, dan hoeft er niks meer achter te zitten. Want deze is super cool. Kijk hoe leuk. Lekker op het strand. Dit is top. Ik ben nu al heel blij. Alsjeblieft. We hebben nu een electric glimmende Energy. Pidgey, Poliwhirl, Kakuna, Poliwag, Nidoqueen, Victreebel, Big Air Balloon, Raticate, Tauros en Mr. Mime. Gaan we gauw door. Hopen op de volgende dikke pool met Caterpie, Eevee, Donphossil, Weedle, Nidoqueen, Victreebel, Big Air Balloon, Geodude Reverse, Magma Reverse en Articuno. Laat trouwens in de comments weten wat jouw favoriete Illustration Rare kaart is uit de 151 set die je ook al hebt gepoeld. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie pools in deze set. Nou, wij hebben dus vandaag al die vette Squirtle. Een Raticate. Erika's Invitation. Magneton. Zou hier weer wat vets uitkomen? Dewgong. Dodio. Nee. En met het volgende pakje zitten we op de helft. 2 pools uit 12 pakjes is er nog niet super goed. Maar wel een hele vette kaart. En misschien dat in de tweede helft dan echt de betere pools zitten. Of misschien in dit pakje. Met Onix. Dragonair. Erika's Invitation, een Poliwag en een Gengar. Hoe onwijs vet zou het zijn als we in deze video een gold pack poelen. Eentje dus waarin de volledige evolutielijn van Bulbasaur, Squirtle of Charmander in de Illustration Rare versie zitten. Die pakjes bestaan, dat je ze gewoon alle 3 krijgt. Ze zijn heel zeldzaam, maar af en toe komen ze nog wel. Dit is hem niet. We hebben hier weer een Articuno. Maar dan word ik echt helemaal gek als we zo'n pakje hebben. Of als we die Zapdos Illustration Rare krijgen, want die is ook super vet. Die heb ik ook nog niet. Venusaur moet ik nog. En Blastoise moet ik nog. En Ivysaur. En Charmeleon. Dat zijn die van de eerste pagina. Van de eerste 9 dan. We hebben hier Primeape. Kakuna Reverse. Gastly. En Jolteon. Tegenwoordig zijn er ook heel veel beurzen in Nederland waar je kaarten kan ruilen. Ik ben heel vaak op de Pokémon Call beurs. Die was ik de vorige keer. En dan was ik 2 weken geleden ook. Dat was super leuk. Ik heb er allemaal kaarten gerad. Met kijkers. Dus dat is heel vet. Ik ga wat meer proberen om op die beurzen aanwezig te zijn. Dus misschien kom je mij daar wel ooit een keertje tegen en dan kunnen we Pokémon kaarten ruilen. Oh, we hebben 2 Lapras achter elkaar en een Seedra daarna.
Fortuna en Mewtwo. Ja, ik ben dus best wel blij met die Squirtle die we hebben gepoeld. Maar eens een doosje kost 35 euro. En ik heb er 4, dus reken maar uit hoeveel dit gekost heeft. Dat is misschien wel 350 euro. Ik hoop dus nog wel minimaal 2 of 3 poeltjes eruit te halen. Daar moeten we eigenlijk wel voor gaan. We hebben hier Magneton, Nidoqueen, Dragonair Reverse, Bigger Balloon en een Mew EX. Is het natuurlijk wel een pool, maar hier had ik er al 2 van. Dus ja, dit is wel leuk, maar ja, dan heb ik toch liever een andere. Maar wie weet kunnen we die dus een keer ruilen op een beurs. Oké, there we go. Kom maar op met die goede kaartjes, jongens. Tentacool. Ratatatata. Squirtle. Lickitunky. Slowbro. Dewgong. Dan een Hitmonchan. Gyarados Reverse. Machoke Reverse. Oh, ik bedoel een Illustration Rare. Ik zei Reverse, maar het is een Illustration Rare. Deze heb ik wel, maar hij is wel leuk. En het is toch de 2e Illustration Rare in deze video. Dus we gaan op zich daar wel aardig mee. Wat hebben we als laatst? Die ben ik echt zat. Maar deze Machoke kaart is wel echt heel cool. Je ziet daar allemaal Machokes helpen in het huishouden en dingen bouwen en de vrachtwagen uitladen en dat soort dingen. Heel grappig. Als het in dit tempo doorgaat, dan wordt het toch nog een hele vette video. We hebben hier Fire Energy. Rhyhorn, Tangela, die ook een Illustration Rare heeft. Psyduck heeft er eentje in een andere serie. Nidorina, Raticati, Ivysaur. Oeh, Tangela, ik zei het net. Deze heeft dus ook een Illustration Rare en deze heb ik nog niet. Ja, lekker. Dat is al 2 nieuwe Illustration Rares in deze video. Oh, ik ben nu al super blij. Ja hoor. En een Moltres. Maar opeens komen al die poes achter elkaar. Lekker, man. Dat is ook wel grappig. Die ene Tangela die speelt als schommel of zo. Of hij voelt zich Tarzan, dat kan ook. Heel leuk. Ja, en nu nog even een leuke full art van Giovanni. Die mis ik ook. Die heeft 2 verschillende varianten in de 151 set. En ik heb ze allebei nog niet. Ik heb ze wel allebei van Erica, maar van Giovanni dus nog geen eentje. We hebben hier Charmander, Sparrow, Muk. Zal dit weer een vet pakje worden, jongens? Dat zou toch geweldig zijn? Ponyta, Graveler. Nee, maar dat zou ook wel bizar zijn. 4 vette pakjes achter elkaar. Alle codekaarten zijn vandaag voor jullie. Ik ben in een hele goede bui, jongens. Magnemite hebben we hier. Caterpie, die heeft ook een hele leuke Illustration Rare. Het zou cool zijn als we die weten te poelen. Ik vind Caterpie altijd een leuke Pokémon. Ik heb er ook een plusje van trouwens, van Caterpie. Maar goed, we hebben hier Hypno en een Seedra en Beedrill. We hebben nog 1 doosje te gaan, dus dat betekent nog 6 pakjes. Here you go. Ik verwacht nog wel minimaal 1 goede pool. In elk doosje zal toch wel minimaal 1 vette pool moeten zitten, denk ik, hè? Rhyhorn, Tangela, Koffing, Kingler, Energy Sticker, Rhydon. Shell the reverse. Oh, ja! We hebben ook een Ivysaur. Deze heb ik dus ook nog niet. Wat een leuk kaartje. Je ziet hem hier kijken naar zijn spiegelbeeld in het water. Oh, ja man. Ik krijg ook precies Illustration Rares die ik nog niet heb. Oh, deze is echt heel leuk. We gaan zo lekker. En als laatst, een Flareon. We hebben bijna geen Full Arts of Secrets. Maar die Illustration Rares gaan wel heerlijk. En dat is precies wat ik zoek natuurlijk. Dus ik ben er echt heel blij mee. Laten we kijken naar de laatste paar pakjes, jongens. En Vulpix. Wartortle. Hypno. Poly. Red, Charmander Reverse, Nidoking en... ik ben deze zo zat. Ik denk dat ik er daar al 20 van heb. Zou wat zijn als er nu ook nog een Venusaur, een Blastoise, een Charmeleon of een Pikachu Illustration Rare krijgen. Dan is deze video helemaal compleet. Dan is het echt next level. Let's go. Seedra, Kabuto, Zubat. Oh, de Dragonair. Ik heb deze wel al, maar dit is wel ook een hele mooie Illustration Rare. Ze blijven maar komen, jongens. Wat hebben we? Oh, en de Charizard EX. Beide kaartjes heb ik al. Maar het is wel een geweldig double pool packje. Allebei hele mooie kaartjes. Dragonair, Illustration Rare. En de Charizard EX natuurlijk ook altijd vet. Ja man, ja, ik ben heel tevreden met deze box tot nu toe. En er zijn er nog 3 pakjes te gaan. Wat zou er nog meer in zitten? Oké. Ik vind het echt heel lijp, jongens. We hebben hier Kakuna, Poliwag, Ponyta, Pikachu, Big Air Balloon Peep, Primeape. Pharaoh, Daisy's Help Reverse, Magneton Reverse en een Aerodactyl. Ook deze is voor jullie. Daar gaan we, guys. Bulbasaur, Dratini, Growlithe, Geodude, Gloompy, Ductrio, Clefable, Vulpix Reverse, Meowth Reverse en een Mewtwo. En dan hebben we het laatste pakje. En als we klaar zijn met dit pakje, laat ik natuurlijk nog even alle mooie pools zien uit deze video achter elkaar. Pikachu, Farfetch'd, Old Amber, Pidgeotto, Leftovers, Persian, Mucky, Daisy's Help Reverse,
De volgende is een Ivysaur Reverse. En het laatste kaartje uit deze video is een... Hoppakee, ook nog even een Venusaur EX. In totaal hebben we dus 9 pools uit 24 pakjes. Dat is meer dan 1 op 3. Dat is hartstikke goed. Venusaur en Charizard dus. Dan de Kangaskhan, die ik ook nog niet heb. Dus ik ben hier super blij mee. Mew EX. Ja, en dan de 5 Illustration Rare kaarten van wie ik er 3 aan mijn collectie kan toevoegen. Namelijk deze Ivysaur die ik nog niet had. Deze Squirtle die ik nog niet had. Ja, super clean kaartje op het strandje. Heel leuk kaartje van een van de leukste Pokémon, denk ik. Machoke, ook een vette kaart. En dan had ik deze Tangela ook nog niet. Dus die voegen we ook toe aan de collectie. Super cool. En ook nog een Dragonair Illustration Rare. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Abonneer en dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!